zat gewoon tegen een mevrouw aan. Dat was de vorige keer. Wel met Mam, vraag even wat er hier gevonden is. Ja. Wat de fijn dan? Nee. Niet alleen Nurk, heel knap ben ik. Jordi! Dit knippen we eruit. Jordi, Maita en mama. En vandaag gaan wij de holiday Q&A van Toei doen. En dat houdt in, hier staan straks allemaal vragen op. En dan hebben we hier leuke bordjes met al onze namen. En dan moeten we een bordje omhoog houden. Ja, bij wie we het best vinden passen. Ook jullie thuis kunnen meespelen via de site kinderenzijdebaas.nl. En dan kunnen jullie thuis een droomvakantie winnen ter waarde van 5000 euro. Van Toei! Dus doe even een duimpje omhoog als je die vakantie zou willen winnen. En dan gaan we beginnen! Ja. Oké, de eerste stelling is... Wie is altijd in de stress voordat jullie op vakantie gaan? Nou, dit is niet leuk. 3, 2, 1. Oh, zo! 1. Wat hebben jullie? Meiden! Hoezo ik? Jij stresst overal over. Ja. Over wat dan? Over je leven. Over school en over wat je mee moet. Ja, en, dat ook al, maar ik vind mama ook. Vind je mij gestresst? Ja, jij wel met wie heeft altijd de zwaarste koffer? 3, 2, 1. Mama. Ja, mama. Mama neemt twee paar schoenen mee in de koffer zitten bijvoorbeeld. Ja. Nee, maar ik heb altijd een grote koffer omhoog. Jullie spullen er ook bij. Ja, mama heeft altijd de grootste koffer. Wie kiest de vakantiebestemming? 3, 2, 1. Ik heb hem nog niet. 2, 1. Mama, maar eigenlijk ook wel allemaal mee. Nou, jongens, ik heb vakantie geboekt. De baas. Ja, ik overleg wel een beetje. Zullen we daar naartoe? En de volgende dag, ja, het is geboekt. Oké. Okay. Wie slaapt er het meeste in het vliegtuig? Dat weet ik niet. Oké. Ja? 3, 2, 1. Jordi! Jordi zat gewoon tegen een mevrouw aan. Dat was de vorige keer. Die kon geen kant op. Die moest naar de wc. En jullie slapen gewoon altijd overal. Ja, dat is gewonden dat hij nu even wakker is. Ja. Wie slaapt het langs uit op vakantie? Daar is hij. 3, 2, 1. Jordi. Dat hij überhaupt de zon ziet op vakantie. Ja, helemaal. Nou. Wie vraagt er het eerst om de risico's? Oké. 3, 2, 1. Jordi. Meiden. Jordi. Jordi, jij sowieso! Jij! Meiden! Jor! Jij leeft voor wifi-code. Je staat binnen. Oh, wacht, Jor, wat is de wifi-code? Mam, vraag even wat de wifi-code is. Wat is mijn naam? Wie zit er het meest op haar of zijn telefoon? 3, 2, 1, ja. Jordi. Sowieso. Ja. Zit vast geplakt in zijn hand. Ja, groeit uit zijn hand. Valt ook wel mee, maar nee, joh. Elk moment dat je even op je telefoon kan, zit je op je telefoon. Ja. Ja, oké. Ja, geef maar toe. Wie heeft de lelijkste zwemkleding? 3, 2, 1. Wie? Jordi. Waarom? Ik heb mama hoor. Ik ook. Wie wordt het snelst verliefd op vakantie? Hebben we nooit echt. 3, 2, 1. Ik heb mama. Ik heb mezelf dan. Ja, ik heb Senna. Hebben jullie Senna? Ja, weet niet. Een beetje impulsief. Nee, ik denk mama gewoon. Nee, Jor sowieso niet gewoon. Nee. Mama, ja. Ik ook niet hoor. Nee, ik ben dan misschien nog wel iemand die zegt, oeh, kijk wat een lekker ding of zo. Ja. Mama, ik vind zij er ook wel voor. Ja? Echt?
Nee, ik vind mama niet. Mama is meer. Oh, hem vind ik echt. Mama zegt meer altijd. Oh, hem vind ik echt lelijk. Snels een nieuwe vriend of vriendin op Frans. Oh, deze weet ik. 3, 2, 1, ik. Ja, Sam. Maar zoals ik... andere taal, ja. Joh, maak je allemaal geen reden. Nee. Doe je wel een beetje met je handen. Ja. Ja, maar dat is gewoon omdat ik meer wil zwemmen en zo. En jullie willen dat nog. Nee, en jij praat wel tegen iedereen. Als er zo'n leuk meisje is, nou, dan ga je wel een beetje tegen praten. Dan ben je ineens 2 dagen met haar aan het spelen. Ja, dat is waar. Wie eet er het meest op vakantie? Oeh, we eten allemaal veel. 3, 2, 1. Mama heeft sowieso mij. Ja. Mij te vragen, ze worden zo. Waar gaan we vanavond eten? Wat gaan we eten? Dan kan je er gewoon op verheugen. Gewoon elke dag. Weet je wel. Ja, jezus, gaat nu een planning maken voor de hele dag. Jor eet niet per se heel veel, maar hij eet het gewoon heel snel. Ja. Ja. Binnen 5 minuten. Ja, maar jij zit de hele tijd te klipperen. Ja. En hij zit gewoon te eten. Wie snurkt er het hardst op de hotelkamer? Oh, die weet ik. Nou, dit is trouwens best wel moeilijk. 3, 2, 1. Mama. Mama. Die horen de buren nog in de hotelkamer. En niet alleen snurk je ook nog mee. Ja, de laatste keer. Ja. De meeste op vakantie. Oh, die weet ik ook. Zo, 3. 2, 1. Mama. Senna. Oh, ik heb ook mezelf. Ja. Senna? Ik mag nooit iets kopen. Jij wil altijd meteen naar de Starbucks. Ja. Vaak de Starbucks. Ja. Ik wil altijd chocolade. Ja, mama koopt meest. Ja. Nou. Jawel. Dat zeker waar. Wie vindt het moeilijkst om na de vakantie weer naar school of werk te gaan? 3, 2, 1. Ik heb Sam. Sam, ja. Oh, ik heb jezelf. Want jij vindt het altijd moeilijk. Ja, elke dag. Maar jij zegt het ook nog. Maar jij moet altijd. Ja, maar jij begint al 3 weken van tevoren. Oh, ik heb geen zin om naar school te gaan. Als we nog halverwege gaan wegen op vakantie zitten. De allerlaatste vraag is: wie is de baas altijd op vakantie? 3, 2, 1. Mama. Ja, mama. Mama. Ja, uiteindelijk ben ik de baas. Ja, die weet ik van alles. En wij lopen er maar een beetje achter. Het is geen democratie bij ons thuis. Maar het is niet allemaal handig, want staat met een kindvliegtuig. En dan rennen ze ook in eentje weg. En dan zit Jordi zo van, wacht wat? Ik ga er maar achteraan. Ja, ik denk ze komen wel. Nou, dit was de video dan weer. Ik hoop dat je hem leuk vond. Dus zeker even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Hier beneden als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik je de volgende keer. Later! Doei!